Goedemorgen allemaal, welkom hier op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Reemers. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie hier nog eens op de grond liggen. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er eens een livestream is of een, ja, gewoon een video dat er wordt dus geüpload of een gaming movie, noem maar op. Over een gaming movie gesproken, want er moet nog één gaming movie nog online gezet worden. We gaan eens even kort bekijken welke dat is. Opnames. Want we hebben toch eens Among Us gespeeld. Ja, dat is dus niet online gegaan. Dus als we nog een keer Among Us gaan spelen, dus dat is nu zaterdag om 19:30 gaan we Among Us spelen allemaal. Als je wilt meedoen, dat kan. Hoe kun je meedoen? Wel, ga hieronder staat een Discord link. Klik daarop, join mijn Discord en je krijgt rechten. Hoe gaan we te werk? Zit je een Among Us speler? PM mij dan heel eventjes SycoTV, schrijf dan ik ben een Among Us speler, dan krijg je een status op mijn Discord server als Among Us player. Dan weet ik dat ook dat jij ook Among Us speelt. Die rank ga ik dan ook nog wel even in leven roepen. Bij deze. Dus ik ben nu ook de vlog nog even gauw in elkaar aan het steken en binnen 20 minuten staat mijn kameraad hier, ja, mijn collega. Die gaat ook carpoolen en ik moet ook nog iets doen voor SycoTV, dat ga ik daar ook nog gauw doen. En ik ben moe, lekker, ik ben moe. Hele dag. Ah, mijn verjaardag. Hoelee. Pistoling, santé. Mijn printer steekt nog in, dat is goed. Voilà, mijn printer is aan het werken. Dat is factuur nummer 1 die je uitrolt, dan nu factuur nummer 2 die gaat uitrollen. Normaal gezien, ja. Als je het nam, het papier, dan moet ik nog naar één website surfen. Dat is natuurlijk het internetwebsite, dus Telenet. Kijk, en als ik daar ook geen aanrekeningen heb. Ja, ik heb daar één aanrekening openstaan, dus die gaan we dan ook nog gauw afprinten. Dat zijn 3 bladzijden. Nee, ik moet maar alleen maar de eerste bladzijde hebben. Alles niet aangepast. Bladzijde 1. Want de rest moet ik niet hebben. En dat is allemaal reclame. En dan ga ik jullie ook als het verbruik is, kan ik jullie ook meedelen. Wat ik over laatst heb verbruikt. Dan moet hier ook ergens staan, telemeter, dus ik heb vorige maand voor maar lies van internet verbruikt 830 gigabyte, dus van de 13e oktober tot en met de 12e november, 830 gigabyte, wow, dat is toch goed niet weinig mensen, dat is echt niet weinig. En mensen, ik kan nu redelijk veel ook filmen. Dus nu ben ik ook bezig aan mijn vlog. Oeh, jullie denken, je kunt nu veel filmen. Ik heb redelijk wat opslagruimte op mijn gsm. Dat is een 256 gigabyte. En die is niet direct vol. Dus ik kan daar redelijk wat uren mee filmen. Dus ik kan timelapses maken. Ik kan ja, van allerlei dingen doen. Dus allemaal van, het steekt niet rap vol. Klinkt verkeerd, dat steekt niet rap vol. Ze biedt dan ook nog gauw een dikkere blouse aandoen en dan kan ik richting mijn wijk vertrekken. Hoe ga ik mijn vlog van gisteren noemen? Ik weet het niet. Verjaardagsvlog? Oh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb ook gisteren ook veel weer al redelijk laat ook gelivestreamd. Rond een uur of om 9 uur ben ik live gegaan. Dus tot 10 uur, iets na 10 was het. Maar alles is nog goed verlopen. En dan de volgende livestream ga ik eens gewoon eens hier achter mijn computer doen. Ga ik eens kijken ook als ik mijn gsm niet kan gebruiken als camera. Dan heb ik misschien nog iets betere kwaliteit. Dus dat ga ik nog eens proberen in te stellen. Hoe lang is mijn vlog voor morgen? 17 minuten maar. Oei, oei, oei. Dat is 1011ste vlog. Oeh, bijna 1. Bijna. Dus nog 100 dagen en dan zit ik op 1111. Oh yeah, dat is ook wel een speciaal getal, hè? 1. Oh fuck, ik ben nog iets vergeten. Oh, dat is kort te zeggen. Annuleren, sluiten en dan moet ik nog Discord opstarten. Hoe lang duurt dit zoiets? Ik ga jullie dat ook zeggen. Dus Discord heb ik nu juist geklikt. Is nu aan het opstarten. Wow, en het is bijna al opgestart. Oh. Nog echt nog zo moe, hè, mensen. Oh. Ik kan je niet geloven. Allee, mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Excuseer als ik zo moest beginnen. Oh, dat heb ik dus vaak, hè. Dus als ik begin te vloggen, dan komt er een hoesje. Ja. Wat ga ik nog vandaag doen? Ik ga s'avonds nog naar mijn schatje toe. En... de mensen zeggen allemaal rip Karel, rip Karel. Dan is het maar zo. Rip Karel. Hij komt heel weinig nog op Discord. Ik ga het zo zeggen, dus jullie worden via deze vlog nu op de hoogte gehouden. Dus hij komt dus heel, waarom zeg ik heel rap, zij. Dat, ja, het ligt gemakkelijker, denk ik, in mijn mond om zij te zeggen. Dan. Dus hij komt heel weinig nog op Discord. Hij heeft heel druk de laatste tijd. Daarom dat hem niet meer te bespeuren valt op Discord. Bij deze. Dan, wat heb ik vandaag gedaan in Sint-Truiden? Mijn eerste dag op mijn 33ste jaar. Ik heb vandaag mogen bestikkeren. Dus slagroombussen bestikkeren. Dus die komen gebandoleerd uit de oven. Dus per 2. Dan moet daar een kleine stickerken op. En dan moet dat in een kartonnetje geplaatst worden. En dan wordt het door een ander collega gestapeld. Dan, ja, dat heb ik de ganse dag gedaan. Bestikkeren. Heel veel bestikkering. Dus ja, dat is het enige wat ik heb gedaan. Dus ja, de vlogs gaan nu ook pak korter zijn. Want het is al donker buiten. En het is nog maar 5:30. Dus ik ben nog geen uur, heb ik gedaan, nog niet met werken. Nog niet. En het is al donker. Het is nu... exact 17:22 en ik stop op 16:30. Dus ik moet op amper een uur tijd nu nog content vinden. Als ik buiten wil gaan filmen. Na mijn werk. Maar ziet, het is donker. Oh ja, en vandaag supporteren voor België. Of wanneer speelt België? Want ik hoor geen foute informatie geven. Even goed kijken, hè. België voetbal. Voetbal. Enter. Vandaag om 9:15 is de aftrap weer al. België tegen Denemarken gaan ze vandaag spelen. Dus hop, hop, hop. België aan de top. Hop, hop, hop. België aan de top. Hop, hop, hop. België aan de top. Voilà. Ik heb gesupported. Ik ga ook de vlaggen weer op buiten ophangen. Dus ik ga echt integraal supporteren voor België tegen Denemarken. Als we vandaag gelijk spelen of winnen, zijn we bij de Final Four. Yeah! Of zoiets. Hoe noemen ze dat? Even kijken. Ah, speeldag 6 van de 6. Dus dat is de laatste speeldag. En we staan nog altijd in de groep, nog altijd nummer 1. Wacht, ik zal ze even zeggen. Dus België. Dus ja, wacht, België. Geel kaart, wie... Dus ja, ik weet niet... wow! Sorry mensen. Ik heb jullie nog. Dus, België heeft als punten saldo 12. Daarna opgevolgd op de tweede plaats Denemarken, dan de derde plaats Engeland en dan de allerlaatste plaats met 0 punten IJsland. Dus België heeft 12, Denemarken 10, Engeland 7 en IJsland 0. En waar spelen ze vandaag? Blijkbaar in het King Power at Den Dreef stadion. Dat is hier in Leuven, in België. En waarom kunnen ze deze stadion nu nemen? Die van Leuven. Dat is omwille van, ja, daar mag nu toch geen publiek aanwezig zijn. Dus... Het gaat hier allemaal door in de King Power stadion. Maar ja, omdat er toch geen publiek mag zijn, is dat meer dan plaats genoeg om gaan te spelen en niet in de Koning Boudewijn stadion. En Dimitri is er niet goed van, zeggen ze op Discord. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga nu nog even iets anders doen. Ik heb mijn computer al afsluiten, want ik ga toch er niet meer op voor vandaag. Dat zei ik je nu al. Voilà, start. Afsluiten. Ik moet toch ook nog wat content hebben. Ik ga nog misschien nog even wat filmen, misschien bij mijn schatje. Misschien. Ik kan nu nog even rusten. Allee, tot ziens. Zo mensen, ik ga nu richting mijn schatje toe. Bea. En dan ja, ga ik ook even livestreamen van hier tot bij Bea haar thuis toe. Dat is een kleine kwartier livestreametje. 10 minuutjes, kwartiertje. En dan ben ik bij haar. En dan gaan we wat socializen. Dus ik wil ook nog wat tijd maken voor mijn kijkers. Terwijl dat ik dan onder baan ben. Oei, dat is redelijk donker. Uh-oh. Dat die een van deze dagen eens kapot gaat springen. Ik denk het ook. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. You en heavy fun. Ik ga de livestream hier ook in. Ja, ik ga die ook doen. Ik ga die hier ook in zetten. Allee, geniet maar van de livestream. Hallo kijkers en welkom op de livestream. Bij mij thuis tot. Mijn schatje thuis. Dus ik ga nu richting mijn schatje vertrekken. Dan weten jullie dat. Oeh, dat is is wel frisjes zo buiten. Hoi Boef. Hoi Rekkie. Oh. Het is wel frisjes zo buiten. Hey, ja, de hanen. Oh ja, mannetjes. Het is wel frisjes hoor buiten. Wat is er aan de hand met Karel? Karel is niet overleden, mensen. Hij had ja, gewoon een profielfoto genomen. Oké, ik ga het even eens zeggen over Karel. Terwijl ik aan het draaien ben, ga ik het trekken. Ik ben ongerust. Nee, je moet niet ongerust zijn, mensen. Karel had een profielfoto genomen van het internet. Want hij is echt gesteld op de privacy. En ja, nu toeval moet het echt... die persoon net overleden zijn. Wat is zover? Wat is zover, shift? Het is een grote mand waar je doorvalt. Hoe bedoelt je, Dries? Ik snap het niet. Hé, hey, ik heb wel gewerkt hè, vandaag. Ik ben wel stiekem kapot, mensen. Hallo. Ik doe nu deze livestream voor jullie even een pleziertje te doen. Ik ben stiekem kapot. Ik ben nu naar Bea aan het gaan. Welke regel? Welke regel heeft Karel verbroken? Shift, kun je dat even bij eens integraal door PM'en op Discord? Dankjewel bij deze. Ja, ik ben voor jou allemaal integraal voor jullie. Ik mag ook echt voor jullie on-air gegaan. Ja. Ah, oké. Maar Karel heeft zelf die regels opgesteld, hè. Dimi, Karel is dood. Nee, Karel is niet dood, mensen. Heb ik dat gepost? Dries, heb ik dat echt gepost op Discord? Is dat een postje van mij? Of een postje van haar? Bedoel van hem. Waarom zeg ik tegen mannen haar en zij? Oh, ik heb er echt zo moeilijk mee, hè? Dus is dat een postje wat ik heb gepost of is dat een postje wat Karel heeft gepost? Dat wil ik weten. Ik zal nog eens overleg doen. Maar nu ben ik niet thuis. Nu ben ik naar Bea aan het gaan. Hola, hier is iemand boomstammen aan het vervoeren. Ik zal het jullie laten zien. Kijk maar. Boomstammen. Wie heeft boomstammen besteld? Wie heeft boomstammen besteld? Wie heeft boomstammen besteld? Ah, is dat voor uw kachel? Voor het lekker warm te hebben deze winter. Ik ga s'avonds, ja, ik kan nu niet te goed beantwoorden, omhoog van dat ik ook regelmatig ook uit de baan aan het letten ben. En dan, want wat ik zie ook op de livestream is, die, de chat blijft hier zo doorscrollen, maar soms gaat die ook volledig weg. Ik denk niet dat Alice hier zit. Alice zit niet op YouTube. Ja, ik zie deze vent dagelijks in real life. Oké. Okay. Wie ziet je dagelijks in real life? Mensen, vergeet geen blauw duimpje naar omhoog te doen. Ja, dat ken ik wel in het echt, mensen. Ja, dat ken ik wel in het echt. Ik geef geen adressen door. Maar ja, dat bestaat wel. Real life. Want ik heb ook al met haar gesproken in real life. Dus ik zeg het u, die kliksje van ja, dat is echt een heel tof kliksje. Dan moet ik wel eerlijk toegeven, ik ben soms wel jaloers wat hun allemaal daar doen. Ik geef dat eerlijk toe. Maar nog niet eens jaloers zijn, Dries, dat ik ja, jaloers ben wat hun daar allemaal doen, want ik heb hun ook vroeger op TikTok. Ik heb die gevolgd op TikTok, die zitten ook heel vaak op Instagram, daar volg ik ook hun, hun op. En wat hun dan allemaal doen aan mij. Toch wel leuk, zo'n familie. Ik zit nu momenteel bij Frans Willem. Ik heb ook in mijn vlog gezegd dat deze livestream 10 minuten tot een kwartiertje kan duren, hè, mensen. Dus het is maar een kleine livestreametje, let er wel op. De 16-17. Ja, met Vince weet je nog in de vlog. Ja, dat weet ik ook nog. Oh, dat waren leuke tijden. Maar jammer nu, die coronatijd, dat we nu moeilijker kunnen afspreken met elkaar. Want ik kon nog wel mijn fans ook nog wel eens ontmoeten. In real life. Dimitri, dat is pedofiel. Met hun kliksje afspreken, dat is toch niet van pedofilie? Met haar vader, dan ook was de hond, er was er ook bij. Oh, er waren veel mensen. En ja, ik heb er een hele leuke babbel mee gehad en ik had mij ook een goed gevoel. En dat wil ik ook niet kwijtraken. Maar nu met de coronatijden kunnen we ook heel moeilijk ook afspreken. Nog een keer als soms een babbelje te slaan. Want dat mis ik wel, Jade. Zo echt met uw vader. En dan nog met de zonen en al. Oh, was wel leuk. Dat geef ik wel eerlijk toe. Ja, maar dat kun je doen. Ik ben bijna op mijn locatie aangekomen. Voilà. Dus mensen, ik ga jullie laten. Ik ga de chat ook is integraal ook bij de Q&A. Deze chat ga ik ook dus bij de Q&A ook dus allemaal eens goed doornemen en ook beantwoorden. Goed, ik zie jullie allemaal straks terug. En als ik mijn schetsje aan het kijken ben, schetsje, ik ben aangekomen. Dus ik zie jullie allemaal straks terug deze avond. Deze avond zal ik nog wel eens online komen. Salukes, yo. Always happy time. Ibiza sky. Whoa, we're going to Ibiza. Mensen, het is 1-1. Ik ben nu nog niet aan het kijken naar de voetbal. Dus de eerste helft ga ik dus niet hebben mee kunnen maken. Maar ik weet wel dat het 1-1 is. Op 21:24. Ik heb zo'n live scorebord op mijn gsm van België staan tegen Denemarken. Daar zie ik de minuten en hoeveel dat het is, dat het is momenteel. Live uitslag. Zo'n scorebord. Het is nu dus 1-1 op de 40ste minuut. Maar ze hebben wel redelijk rap gescoord. Ergens in de 5e minuut had ik ook al gezien. Ik heb nu ook ondertussen tijd ook Bea gaan afzetten. Bij haar thuis. En zo ga ik nu op naar de tweede helft toe. Van de voetbal. Daar ga ik nog wel kunnen meemaken. Dankjewel schatje dat ik dat mocht meemaken, hè. Even goed concentreren, ja. Voilà. Ik denk dat ze de rust ingaan met 1-1. Denk ik, hè. Ik weet zelfs niet hoeveel minuten extra time dat ze gaan krijgen. Dat kan ik allemaal daar wel niet op zien. Dat vind ik wel jammer. Oeh, iemand weer om mijn fel lichten. En dat duurt en dat duurt en dat duurt en dat duurt hier altijd. Hè. Ik vind dat echt zo jammer dat je hier echt veel tijd verliest. 2 minuten. Ik dacht dat ik iemand hoorde, de politie of zo. Ah, hier zijn ze. Allee, hop, doorrijden. En hier is opnieuw groen, dat is goed. Kunt je het nog hebben. Nu ook wel groen blijven, hè. Dank u. En nu zit ik dus zo op de expressweg, dus ik ga 120 rijden en nu ga je zelf zien hoeveel mensen. Dat is al nummer 1, dat was een motto. Dus ik zit nu 120 te rijden. Nummer 2. 2 auto's die al sneller rijden dan mij. 120. Ik rijd exact 120 dus. En ze rijden van mij weg. Want de motto zie ik zelfs al niet meer. Dat is hier echt een racebaan, hè? Hier op de expressweg. Ze moeten daar eens ooit eens iets aan doen. Want dit is hier echt niet meer leuk om te rijden. burgemeesters, voor de burgemeester van Hasselt en de burgemeester van Alken en de burgemeester van Sint-Truiden. Luister nu eens goed, oortjes gespitst. Ah wel, gelieven iets te doen aan de expressweg, dat ze niet meer kunnen reizen. En momenteel is het nog altijd 1-1. Ik weet dat ik aan het vloggen ben. Ze hebben nog altijd geen nieuwe doelpunt gemaakt, of anders had je het gehoord. Dus. Maar mensen, ik ga jullie ook laten. Als ik thuis aankom, ga ik gewoon nog naar de voetbal kijken. En dan slapen. Ja, sorry. Vans dat er vandaag maar 1 livestream is gekomen in plaats van 2 of zo. Oh, want ik ben moe. Moe. Is het rood? Ja. En dan hebben die nog groen. En dan hebben die zelfs nog groen. En dan pas ik. En dus de 45e minuut, dus het is nu in de blessuretijd. Dus ik ga thuis zijn bij de tweede helft. Dat is goed. Dus dan kan ik daar nog wel op supporteren. Dus het is een mooie 1-1. Ze hebben genoeg met een 1-1 gelijkstand. Daar hebben ze ook al genoeg mee. Voor echt een groepswinst te hebben, moeten ze wel natuurlijk winnen. Hè? En daar gaan we ook wel vanuit. Hè? Kom aan België, winnen. We are the champions. We are the champions. You are. En dan ken ik de teksten meer. Echt waar, dan ken ik de teksten meer. Dus mensen, ik ga jullie laten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Ik ga er eens krabben onder mijn neus. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van wanneer dat er ook een nieuwe vlog online komt. Of wanneer dat er een nieuwe livestream is. Of een nieuwe video online komt. Bijvoorbeeld een gaming movie of zo. Want dat ga ik nog eens binnenkort nog eens opnemen. En het is nu rust, zie ik. Het is 1-1 voor België, de eerste rust. Dus België is goed bezig. Voilà. Hebben jullie het gehoord? Ik heb getoeterd voor België. Dus jawel. Dan mogen ze weten dat België goed bezig is. Echt waar. Bij deze. Tot morgen. Ciao. En ja, sorry. Mijn schatje kan niet extra zeggen van salut of doei. Allee mensen, tot morgen, yo.